Welkom. Buitenlandse studenten die bij ons een kot willen huren tijdens hun studie zijn nog te vaak het slachtoffer van fraude. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. De oplichters verhuren koten die eigenlijk niet bestaan. Vooral dan in grote steden zoals Gent, Brussel. 4 maanden zocht hij naar een kot via de sites van de U Gent en de stad, maar vond niks betaalbaars. I was also very desperate for the accommodation and I was like, okay, this is a nice house and the price was also like 400 euros, which was nice. I was like, okay, that's really nice, a good deal. And then I started contacting them through Facebook. So he asked me to pay 1000 euros. Just a week before I contacted him again through the Facebook. He just blocked it over there and nowhere to be seen. Anvers is niet alleen. 28% van wie in ons land met Erasmus studeert, komt met zulke oplichterij in aanraking. Zo blijkt uit een enquête van het Erasmus Student Network. Ook in Brussel, Antwerpen en Leuven vinden we valse kotadvertenties. Deze bijvoorbeeld voor een kot in Antwerpen. Alleen blijkt dat de foto's gepikt zijn van een Instagram-pagina uit Barcelona. Er zijn tientallen studenten per jaar die eigenlijk komen aankloppen bij ons International Training Center hier aan de FBW, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, met een probleem rond scamming. Maar er zijn er ook die zich niet van zich laten horen uit schaamte. They will ask you to pay very quickly. Ah, oké, yeah, I see. Ja, de oplichting bestaat er dus vaak in om een huurwaarborg te vragen voor een pand dat dus niet bestaat. Wie een kot huurt, betaalt die huurwaarborg rechtstreeks aan de eigenaar van het gebouw, terwijl dat bij de huur van een woning op een speciale geblokkeerde rekening moet. Het Vlaamse huurdersplatform vraagt nu om het systeem van die huurwaarborg voor koten aan te passen. Wij zouden graag zien dat dat verandert en dat de huurders van studentenkoten die huurwaarborg niet meer moeten storten op rekening van de verhuurder, maar dat er een specifiek fonds wordt opgericht door de overheid waar die huurwaarborgen veilig staan, zodanig dat als er iets verkeerd gaat, huurder en verhuurder toch de zekerheid hebben dat het op een veilige plaats staat. En nog huurproblemen, want de federale overheidsdienst Justitie heeft 2,5 jaar lang veel te veel betaald aan Bpost voor de huur van een kantoorgebouw. Dat kon de krant de tijd achterhalen. De overheidsdienst Justitie betaalde maar liefst 100.000 euro per maand voor kantoren in dit gebouw, of 12 keer meer dan de marktprijs. De overheidsdienst heeft Bpost nu in gebreken gesteld. Uit een interne audit bij Bpost blijkt ook nog dat de toenmalige top op de hoogte was, maar niet heeft ingegrepen. De advocaten hebben ons elementen aangereikt waaruit dat blijkt dat Bpost-medewerkers onderling e-mails versturen waarin zij proberen de waarheid te verbergen voor de FOD-justitie. Zij spreken af hoe gaan wij de coördinator van Crossborder, hoe gaan wij ervoor zorgen dat hij dit niet te weten komt. Initieel is er een fout gebeurd. Hè. Er is een jaarprijs die maandelijks is gefactureerd, kan gebeuren. Op het moment dat we dat hebben vastgesteld, hadden we moeten ingrijpen en hadden we dat moeten signaleren aan de FOD-justitie. En daar is Bpost echt in de fout gegaan, heeft dat nagelaten en dat moeten we nu rechtzetten. Dus daar zijn we in overleg met de FOD-justitie om te gaan kijken hoe raken we hieruit, hoe kunnen we dit oplossen. Vanaf morgen, 1 oktober, maar in de praktijk is dat vanaf maandag, verandert het rijexamen voor mensen die een rijbewijs B willen behalen. Kandidaatbestuurders zullen tijdens dat examen voortaan ook een GPS-systeem moeten gebruiken. Tot nu kon je kiezen of je de aanwijzingsborden volgde of navigeerde met een GPS. Nu valt de keuze weg en zal het dus verplicht gecombineerd worden. De bedoeling is om jonge bestuurders te laten wennen aan de combinatie weg en GPS. 1 op de 10 scholieren gokt met krasloten, al is dat verboden voor minderjarigen. En zo'n 6% speelt ook met de lotto. Opvallend, 12 tot 14-jarigen gokken zelfs vaker dan oudere leerlingen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. En de Vlaamse regering investeert een pak geld in musea, archieven en erfgoedorganisaties. Per jaar komt er 18 miljoen euro bij en dat is een stijging met meer dan de helft. En dat voor de komende 5 jaar. De werkingsmiddelen van bijvoorbeeld Musea Brugge, het Stam in Gent of het MAS in Antwerpen verdubbelen. Noodweer heeft de stad New York in de VS, in het noordwesten daar, helemaal lam gelegd. Straten, kelders en metrostations liepen onder. En de autoriteiten die hebben intussen de noodtoestand uitgeroepen.
Dit zijn beelden uit de metro van New York. Instromend regenwater zorgt voor spectaculaire, maar gevaarlijke watervallen. Water spuit uit de muren. Bovengronds dan maar de bus nemen. Ook geen goed idee. This is not an ordinary rainfall. This is historic. We are on track to possibly create a new record of 10 inches of rain falling in literally 24 hours. The last time we even had this number was in 1955, and that was over a two-day period. Dit zijn alweer beelden uit Jersey. De hele regio rond New York deelt nu ook in de regen. My wife and I have been pumping water out of the basement since 11 o'clock this morning. That's 12 hours almost. Yeah, and I don't think there's any end in sight, but you know, we're fighting the battle. En het einde van de watersnood lijkt nog niet in zicht. It is not finished yet. There is more rain on the way. It keeps moving and it's hard to exactly pinpoint where it'll go next. De vervroegde parlementsverkiezingen in Slowakije vandaag beloven spannend te worden. Want volgens de peilingen zal de populistische partij Smer van oud-premier Robert Fico ongeveer even sterk worden als de westersgezinde liberalen. Fico speelt in op de pro-Russische gevoelens bij een deel van de Slovaken. 27 jaar na de moord op de legendarische rapper Tupac Shakur heeft de politie van Las Vegas een verdachte kunnen oppakken. Het gaat om een man van 60 die destijds ook al is verhoord. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de moord op Tupac Shakur. In september 1996 in Las Vegas was dat. Shakur was een van de meest invloedrijke rappers ter wereld. En nog in de VS, in de Amerikaanse staat South Dakota, hebben cowboys en cowgirls meer dan 1500 wilde bisons samengedreven. Dat doen ze elk jaar om de gezondheid van de dieren te onderzoeken en ook om de kalveren te vaccineren. In het verleden is er zoveel op de Amerikaanse bison gejaagd dat die zo goed als uitgestorven was. Daarom wordt de bison nu goed in de gaten gehouden. En dan een sportbericht, want in het wielrennen heeft Patrick Lefevre bevestigd dat er gesprekken lopen voor een fusie tussen zijn ploeg, Soudal Quickstep, en het Nederlandse Jumbo-Visma. Vorige week lekte dat nieuws en Lefevre heeft het nu ook toegegeven dat er een intentieverklaring is, ondertekend. Tegelijk zegt de teammanager ook dat de onderhandelingen al even aanslepen. Er is al met de entourage van Remco Evenepoel gesproken. De bedoeling is dus dat hij aan boord blijft. Tegen volgende week maandag wil de Lefevre meer duidelijkheid. Ja, liefhebbers van gaming. Die kunnen een heel weekend terecht op de Heizel in Brussel. Want daar vindt Gameforce plaats. Dat is het grootste gaming-evenement in de Benelux. Gamers kunnen er hun favoriete spelletjes spelen en er nieuwe ontdekken. In totaal worden er zowat 15.000 bezoekers verwacht. Een uitgebreid verslag krijgt u straks in ons journaal van 7 uur. Heel graag. Tot dan.